Goedenavond, ik ben Luc Sala en dit is Mister Media. We zijn hier in Ruigoord, dat kleine vlekje vlak ten noorden van Amsterdam. Want vandaag zijn de mensen van Ruigoord teruggekomen van hun Mongolië-reis. Een groep van 25 mensen is op reis gegaan naar Ulaanbaatar in Mongolië. Met name om daar de kunst van Ruigoord te laten zien. En wel met een heel speciaal project waarover we praten met Popke Bakker. Popke, dit beeld staat nu dus ook in Ulaanbaatar. Ja, inderdaad. Met dezelfde bekistingsdelen die hiervan afgehaald zijn. Die hebben we meegenomen met de trein naar Ulaanbaatar. En daar weer in elkaar gezet. Ja, het is jammer als het draadje eroverheen hangt. En volgestort met beton. Ik vind het een prachtige knoop. Hoe ben je op het idee gekomen? Dat is 5 jaar geleden ontstaan. Tijdens een bezoek van Mongoolse vrienden, kunstenaars aan het landjuweel hier in Ruigoord. In 91 was dat. Uh-huh. En toen hebben ze me hun ornamentiek getoond. En daar heb ik een driedimensionale sculptuur van gebouwd. Toen ben ik in 93 samen met mijn vriendin naar Mongolië gereisd om dat model te laten zien. En toen kreeg ik een opdracht van de stadsarchitect. En dat heeft 3 jaar geduurd om dat voor te bereiden. En ook om te zorgen dat ik daar niet alleen in ging, maar dat er ook een aantal vrienden van het ballongezelschap. Met hoeveel mensen zijn jullie daar geweest? Het grootste aantal mensen dat we daar waren was 27, geloof ik. Ja, 24 en nog een paar mensen die we daar. En ik hoor dat het een heel voorspoedige reis geweest is. Ja, het is zeker voorspoedig geweest. Er is geen ongelukken gebeurd en er is. Iedereen leeft er nog. Er zijn een paar. Ja, er is wel een beetje wat gejat, maar ja, goed. Ach, ja. Ze zijn dus terug, je zou kunnen zeggen geland. Klokslag 8 uur kwam de bus de horizon over, het landweggetje op. Een fantastisch moment waar iedereen al 2 uur op zat te wachten. Op dit moment is natuurlijk het laven begonnen. Enorme afkikverschijnselen worden op dit moment opgelost. De leeuwtjes, de oranje boompjes en nog meer. Nederlands kruid wordt natuurlijk met grote teugen, kunt ze ruiken bijna, door het beeld heen. Schoonheid, hoe zie je dit beeld nou? Al die mensen op zo'n zondagmiddag, zondagavond, die met elkaar een soort thuiskomen vieren. Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch. Dit kan alleen maar hier natuurlijk weer. Er wordt geroosterd, alles is aanwezig. De ontmoetingen, de omhelzingen. Ik heb er net staan fotograferen. En het was een belevenis om alleen maar omhelzende mensen te fotograferen. Heerlijk. Ja, daar word je toch warm van. Ja, een beetje scheiding doet zo'n gemeenschap toch goed? Ja, precies. Iedereen. Wat vind je van de pakken waar ze mee lopen? Ze zijn met fantastische pakken teruggekomen. Ik denk dat het daar heel efficiënt is. Maar dat je hier heel veel bijzondere wasmiddelen nodig hebt. Ja, ik zit er net ook al te rekenen van, nou oké, 20.000. Maar als er nou 500.000 mensen te paard naar hun werk gaan in Amsterdam, hoe het er dan zal ruiken? Maar het is de culture clash. Hè? En natuurlijk ook het overbruggen, want ik denk wel dat dit soort tochten, behalve een culturele uitwisseling, ook een gedachtegoeduitwisseling zijn wat betreft democratisch denken en omgaan met situaties. Op dit feest, want dat is het eigenlijk wel, waar de mensen elkaar weer zien, na soms meer dan een maand gescheiden te zijn, blijkt toch wel dat dit soort culturele communes
want een artistieke activiteit kun je Ruigoord eigenlijk wel noemen, toch een heel belangrijke rol hebben. En dat Amsterdam leeft door dit soort contacten, door dit soort energie. We kijken even rond. Zo'n 35 kilometer buiten de hoofdstad, dan houdt ineens de asfaltweg op. En dan kom je in een trail terecht. En dat is een soort zich meanderende stuk weg, zandweg. Waar wagens iedere keer het beste spoor trachten te kiezen of de rijders dat mogelijk is. Dus je slingert en hobbelt. Je wordt omringd door boomloze bergen. Een en al groen mos. Het lijkt wel alsof het mos is, dat gras. En af en toe zie je daar een eenzame dromedaris lopen en kudde paarden. En je ziet geers, dat zijn de traditionele behuizingen van de mensen. Prachtige tenten. Als je daarin gaat, zit de links is de mannenkant en rechts de vrouwenkant. En de herdershuizen zit tegenover de deur voor meestal een huisaltaar waar een boeddha-beeldje op staat of een fotootje van de Dalai Lama hangt. En je krijgt dan zure paardenmelk te drinken. Het was een combinatie van paardenpis en kannenmelk. Tenminste, de eerste keer dat ik dat dronk. Maar een heel goed drankje, na een paar dagen ben je er helemaal verslaafd aan. En ze hebben ook een soort alcohol dat ze destilleren uit melk. Dan zetten ze een pan op een andere pan en dan laten ze een soort yoghurt stomen. En het destillaat daarvan is een soort vodka. Het is een hele bijzonder. De mensen zijn uitermate beleefd. En ze zijn ontzettend vriendelijk. Ze bieden ook meteen, als je langs wandelt, al vragen ze je meteen naar binnen te komen om ayrak te drinken. Dus de gastvrijheid is gigantisch. En het is misschien ook wel logisch in zo'n nomadencultuur. Iedereen is afhankelijk van het reizen. Vreemd genoeg waren er wel veel straatkinderen in Ulaanbaatar. Dat was wel zielig. Er zitten iets van 2000 kinderen die geen ouders meer hebben. Het is pas nadat de Russen zijn weggegaan dat die toestand daar is. Dus er is een hele nieuwe generatie bedelaartjes aan het ontstaan. En die kinderen wonen in de riolen onder erbarmelijke omstandigheden. Ik heb een paar van die riolen gezien. En het ziet er niet best uit. Dus ik hoop dat daar wat aan gebeurt. Voor de rest stikt het ook van de christenen. Die proberen die Mongolen te gaan overtuigen van het feit dat het boeddhisme toch een soort satanisch gebeuren is. Entering Mongolia with a gospel was een van de eerste blaadjes die we in de hand werden gedrukt bij een fotocopieerbedrijf. Ja, overigens aangevallen. Toen we Popkes Beeld gingen inaugureren, toen de opening daar was, toen kwamen verschillende kanten heftige reacties van christelijke Mongolen die tegen het satanistische waren wat volgens hun die Ulzi bewerkstelligde. Oerkoeien, daar stikte er ook van, jaks. En overal zie je skeletten van beesten. Af en toe waande ik me in een soort Lucky Luke strip verhaal, weet je. Zie ineens zo'n skelet langs de weg liggen, maar dan helemaal. Dat zijn bizarre taferelen. En dode honden. Maar die beesten stinken niet, de lucht is daar heel anders. Wolken zijn plat van onderen, de lucht is helemaal blauw, maar je ziet zo hoog. Dat heeft een hele vreemde uitwerking ook op de vochtigheidsgraad. Daarom zijn ook al die tenten van vilt, zonder dat ze eigenlijk verrotten. Het droogt heel goed. En de dode beesten ook, die stinken niet. Dus je ziet wel een hele berg maden kruipen. Maar je kunt er heel dichtbij zonder dat je er last van hebt. Kan je ook vlees aan je manier conserveren? Ja, ik denk dat ook het vlees daardoor veel langer houdbaar is. En er wordt uitsluitend vlees gegeten. Of melkproducten en vlees. 'S Ochtends zit je zure kaasbrokken te eten met ayrak. En dan een borreltje erbij. En 's middags beginnen ze al vlees te eten en dat is alleen maar vlees en 's avonds weer vlees. En het is, ja, ze beginnen langzaam maar zeker wat deegwaren te gebruiken die ze dan op... Nee, nauwelijks. Nee, kaas en melk en yoghurt en de zoute thee, waar die vooral van melk is gemaakt, waar stukjes steektak in drijven. En schapenvlees. En ze slachten wel één keer in de 2 dagen een schaap.
We hebben meerdere malen gezien. Dan snijden ze een heel klein vierkantje in het buik. Zo. Het gaat heel snel. De man steekt zijn arm erin. En drukt zo de aorta van het schaap dicht. Blijft het schaap aankijken om te zien wanneer het dood is. En laat dan pas los. En dat is echt een paar seconden werk. Zo net de dood heb ik zelden zien zich afspelen. Dus heel wat anders dan het gegil in de moordhuizen, weet je, die grote slagerijen tegenwoordig. Waar al die varkens eerst een half uur moeten gillen voordat ze de pijp uitgaan. Dat is gewoon binnen een paar seconden gebeurd. Overigens vind je geen varkens in Mongolië. Ja, de Russen hebben een aantal varkensfarms neergezet, maar dat werkt niet zo. Want ze eten het vlees niet en... Ik denk dat het ook te duur is. Er zijn wel moslims in Aldaya. En het zijn ook de enige vleesetende boeddhisten ter wereld. Want de boeddhisten zijn bijna altijd vegetarisch. Maar dan houden ze, het lamaïsme is een hele grappige vorm van boeddhisme. Waarin een aantal shamanistische elementen zijn overgenomen. Maar onder andere ook het vlees eten. Vis eten ze niet. Dat is een soort verbod op. En wassen, dat deed men in het verleden niet. Ze vissen niet, nee. Ze vonden het vreemd dat wij van zoveel vis hielden. De rivieren zitten vol met vis. En dat zij eten alleen maar vlees. En dat is een oude boeddhistische regel daar, dat je het water niet mag bevuilen. Dus wassen is ook een lange tijd uit den boze geweest. Tegenwoordig wel, maar Mongool zegt, ja, Mongolen zweten niet, is het antwoord. Dus die hoeven zich ook niet te wassen. En ze stinken zeker niet, het zijn hele schone mensen. Maar wie weet dat wij wel zo vies worden vanwege al die zeep. En misschien, wij leven ook in een veel vieser klimaat. Nou, het is wel later geworden. Het feest wordt langzamerhand overvallen door de nacht. Of het feest gaat in de nacht, want het wordt donker. Op Ruigoord. Tussen de bomen op de zandvlakte die ooit aangelegd is als industrieterrein. Waar we hier op staan. Maar wat langzamerhand een heel aardig natuurgebied, recreatiegebied. En voor de mensen van Ruigoord die hier zelf wonen. Een plek is waar dit soort avonden plaatsvinden. Een sfeer die je pastoraal kunt noemen. Mensen in een weideachtige situatie, herders. Rot op met je camera. Rot jij op zich? Nee, rot op met je camera. Wat is er met je aan de hand? Maar goed, rond het vuur zitten we hier. De alternatieve elite van Amsterdam. Hey Catharina, ik wilde eigenlijk alleen maar als achtergrondvoice. Catharina, ben jij de... Ik wilde helemaal niet in beeld. Van het bekende programma Capsones. Ja, ik moest je vinden. Ik ga het laatst maar zien. En hier zit je dan weer in Amsterdam, Suzanne. Aan het vuur. Hebben jullie veel vuurtjes gestookt in Mongolië? Ja. Heb je al het gevoel dat je echt hier bent aangekomen? Of zweef je nog ergens tussen? Ja, ik zweef nog ergens tussen
Ja, tussen wat? Tussen Mongolië en Amsterdam. Tussen de ene rare wereld en de andere rare wereld. Het gekke is dat je bent er ook een beetje Mongolisch uit gaan zien. Ja, dat gebeurt, hè? Het was te gek, hoor. Ik ben wel naar geraakt in Mongolië. Ja? Ga je terug? Ja. Op doorreis. Waar naartoe? Naar Bhutan. Naar Bhutan? Ja. Waarom naar Bhutan? Ja. Dat het nog verder weg is. Mm-hmm. Nog absurder. Of nee, niet absurder. Misschien wel realistischer. Nog verder weg. Ja. Is het niet eigenlijk een soort reis terug in de tijd die je aan het maken bent? Ja, wat mooi is, is dat, dat je hebt daar het gevoel niet, want iedereen leeft gewoon nog in. In het hier en nu? In het nu, dat is gewoon, het is gewoon allemaal doorgegaan. Uh-huh. Kindertjes. Iedereen gaat erin mee. Iedereen is trots op, op het mooie. Ja, iedereen is toch op reis geweest? Ja, zeker. Door de tijd en door de ruimte. God, leuk is dit, hè? En je gaat samen met Moena, ga je iets doen met een didgeridoo? Met een didgeridoo. Voor mij is het gewoon duidelijk dat het een magisch instrument betreft. Aboriginals gebruikten het voor rituelen, ook voor healing rituelen. Genezingen? Genezingen, ja. En Hoe valt dat te verklaren? Is dat komt dat door de speciale geluidstrillingen die uit zo'n didgeridoo komen? Nou... Ja, een combinatie van ik bedoel, voor mij is het heel speciaal omdat je een aparte ademhalingstechniek gebruikt. Waardoor ik zelf ook, als het ware leegblaas. Het is net alsof je geest leegblaast. Het is een goede meditatie. Het is aan te raden. Het is... Ja, want in Amsterdam zijn ook dingen als Dreamtime Healing concerten waarbij ze dit gebruiken. In ja, de... ja, dat is bekend. Ja.
Ik heb het al vaker de krachten van mogen ondervinden. Als Moena bijvoorbeeld mijn chakras afgaat, mijn ruggengraat, mijn energiepunten, dan levert dat gewoon een release van blokkades brengt dat teweeg. Energieproces in jezelf. Ja. Oké, okay. Nou, didgeridoo. Ja. À la Amsterdam. Ondertussen, wens dat dat gebeurt, dan voel je trillingen in je, van binnen. Hè? En hoe sommige tonen heeft dat veel intenser. En
geeft wel rust aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn mijn darmen nogal aan het werken. Dus doe je darmen werken. Is dat een soort ontspanning? Ja. Ontspanning van aan de binnenkant. Maar niet van de geest, echt van je lijf. Het is alsof dat je spieren allemaal. En dan gewoon dan allemaal een trilling krijgen. Heel wijs goed. Wat gaat er dan door je heen? Je zegt je geest is de... je geest is niet stil. Wat, welke gedachten komen op? Geen hoor. Ik heb gewoon geluisterd naar mijn lijf. Wat het deed. En ja, het is wel aangenaam. Het is aangenaam. Dank je wel dat we mogen spelen voor jou. Hoop het. Ja, ik wil morgen zelf ook voor je spelen. Nou, bij Circular Breathing ga je op de tweede fase daarvan is eigenlijk dat je heel actief je buik gaat gebruiken, je middenrif, om kracht te zetten. En ja, dus je hele buik wordt gemasseerd. Ik bedoel, mijn buik is als nooit tevoren, sinds ik deze redo speel. Dus ja, het is heel mooi. Ja.